Welkom in de Ondernemersboekencast, aflevering nummer 28. Vandaag hebben we het over het boek Na een gezond groeibedrijf in 5 stappen. En we, dat is aan de ene kant Tom van der Lubbe. Welkom Tom. Dag Erno. En aan de andere kant Erno Hanink. En het boekje Een gezond groeibedrijf in 5 stappen, dat is van Justin Jansen en Tom Mom. Met de ondertitel Succesvol zijn en blijven in tijden van verandering. Ja, verandering zijn er gelukkig altijd, dat scheelt. Het boekje is dus voor altijd goed. En ze zijn beide hoogleraar aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. En Justin is academisch directeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship. En Tom van de Executive MBA opleiding RSM, Rotterdam School of Management. Ze hebben daarnaast ook een lijst van de top 250 groeibedrijven en scale-ups in een soort dashboard. En ze hebben sinds kort ook een website, ik denk dat er een soort bedrijf achter zit, met gezond groeibedrijf. En daarop staat ook een test waarin je kunt zien of je gezond groeit. Nou, ik zou zeggen, ga naar gezondgroeibedrijf.nl, dan zie je het vanzelf. Het boek is opgedeeld in 5 stappen. Dus dat lijkt logisch, de titel is ook zo, maar dat is super duidelijk. En ik werd ervoor gewaarschuwd, omdat er natuurlijk best wel veel opnemen rondom Rijnlands, nieuw Europees organiseren, dat dit echt een Anglo-Saxisch boek is. Dit is het Anglo-Saxische model. Ik weet nog niet 100% zeker wat ik daarvan vind, dus dat gaan we in het gesprek met z'n tweeën denk ik uitvinden. En ze hebben in het boek eigenlijk, ze hebben voor het boek veel onderzoek gedaan in hun hoogleraarschap. Samen met studenten veel onderzoek gaan bedrijven. Maar in het boek komen eigenlijk vooral 4 bedrijven continu terug. Dat is Coolblue, dat is Jumbo, Young Capital en Takeaway. Dus telkens hebben ze een van die stappen en daarin leggen ze uit hoe dat dan werkt, wat de inhoud is. En dan beschrijven ze een aantal van die bedrijven, telkens die stappen, hoe dat dan bij hun heeft gefunctioneerd, wat dat bij hun heeft opgeleverd of hoe dat dan bij hun gewerkt heeft. En dat maakt het wel interessant. Dat maakt het leuk, omdat je dan niet alleen een theoretische stap hebt, maar je ziet ook hoe dat in de praktijk heeft gewerkt. En dan kun je dus over nadenken hoe dat voor jouw bedrijf zou kunnen werken. Tom, wat zijn de 5 stappen? Ik wil misschien eerst nog even heel kort iets aanvullen op wat jij zei. Die 4 bedrijven die je net noemde, dus die Nederlandse bedrijven die je allemaal goed kennen, staat gewoon ook achter in het boek. Er zijn 4 case studies van. Dus wat hebben ze gedaan? Die case studies worden natuurlijk behandeld in Rotterdam. En ze hebben daar een boek omheen geschreven, zeg ik maar even. Dus ze hebben gewoon gekeken vanuit die cases, ja, wat vinden we daar voor algemene lijnen in? En om nu antwoord te geven op jouw vraag, daar hebben ze dan 5 stappen van gemaakt. En die stappen zijn: verken het groeilandschap, ontdek de groeiformule, vertel het groeiverhaal, ontwikkel collectieve groeivaardigheden en versterk de groeimotor. Dus wat dat betreft is het een klassiek model zoals we het kennen. Sharpening the saw. En dan als je aan het einde bent, begin je weer bij 1, zou ik maar zeggen. Dus dat is een beetje de opbouw van het boek. Wat denk ik aardig is om even Erno aan te vullen, of om jou aan te vullen, Erno, is dat je leest het in 1 avond weg. Dus voor de mensen die weinig lezen en geen zin hebben in intellectuele kost, nou, dan is dit een lekker boekje. Dat heb je in 1 avond weggelezen. Je kunt dus ook nog tv kijken als je tv hebt. Want het is echt heel, heel makkelijk. En het aardige is, als je nog sneller wil zijn of dingen weer wil terugvinden, elk hoofdstuk sluit af met een samenvatting van 2 pagina's, waar eigenlijk heel simpel nog een keer dat wordt samengevat wat in 1 van die 5 hoofdstukken beschreven is. En het leuke is, misschien het derde punt is, om misschien ook even jou nog aan te vullen. Waarom leest het nou zo lekker weg? Eerst is omdat het niet zo dik is, weinig bladzijden, groot geschreven, helder. Maar wat het gewoon smeuïg maakt is, en ik denk dat jij dat ook bedoelde, die voorbeelden, die kennen we natuurlijk. Dus het gaat vaak over Coolblue en alles met een glimlach, et cetera. Dus het leest gewoon lekker weg. Ja, precies. Dus eigenlijk als je telkens achterin zo'n hoofdstuk die samenvatting leest en je leest de case studies, dan weet je precies wat je moet doen. Nou, dat is niet helemaal waar, maar bij wijze van. Als je kijkt, want wat ik al zei, de ondertitel die gaat dus over gezond groeien ook. Hè? Dus dit gaat niet over de ondertitel, maar de titel, sorry, gaat over gezond groeibedrijf. Dus dat wordt gezond, dat is een onderscheidend woord hierin. En als ik ook terugkijk naar die waarschuwing die kreeg, dat het een echt Anglo-Saxisch boek is, of in ieder geval Anglo-Saxische denkers zijn,
Zij noemen dan in het eerste hoofdstuk, in de inleiding, dat gezond groeien dus meer is dan groter worden alleen. Het is een bedrijf van veel meer manieren groeien, bijvoorbeeld door slimmer, wendbaarder en duurzamer te worden. En daar kom ik later op terug. Want dat duurzame, ik vind het eigenlijk niet snel terug, behalve in de case studies. Ja, wat je natuurlijk gewoon in het algemeen ziet, is dat het thema duurzaam een heel rekbaar begrip is geworden. Dus ik bedoel, dit boek gaat niet over B Corps. Maar ik vind het, ik zou maar zeggen, om nou te zeggen dat het een heel Anglo-Saxisch boek is, vind ik eerlijk gezegd niet. Nee. Het zit er eigenlijk gewoon een beetje tussenin. Het is eigenlijk, zou je zeggen, neutraal. Eigenlijk gaat het er om een beter bedrijf te bouwen. En als je duurzaam zou definiëren als meer lange termijn gericht, dan kun je het bijvoorbeeld met één voorbeeld meteen plat slaan. Dus hij heeft het veel over Coolblue. En dan komt het komt vaak terug in het boek. En dan zegt hij, ja, als je natuurlijk een hele goede klantbeleving hebt, hè, en dat kennen we van Coolblue, dan is dat lastiger te kopiëren. Dus hij schrijft hier bladzijde 44. Hoe moeilijk is het je kerncompetenties te kopiëren? Lastig te kopiëren is bijvoorbeeld de klantbenadering van Coolblue. Nou, dan kan je zeggen, nou, dat is, als je daar dus geld in investeert, en dat doet Coolblue, en bijvoorbeeld al die bezorgers wel zelf aanneemt en op je eigen loonlijst neerzet, want dat wordt ook uitgelegd, dan zou je dat best een vorm van duurzaam ondernemerschap kunnen noemen. Dus ik zou zeggen, het zit er een beetje tussenin. Ik zou eerder zeggen, gewoon ouderwets MKB ondernemen, zou je het in sommige gevallen ook kunnen noemen. Ja, dat denk ik ook. Nou, je ziet natuurlijk, er is een mix van familiebedrijf, bedrijf met vreemdkapitaal, bedrijf met aandeelhouders, wat de beurs noteert. Dus er is een mix. Dus het model past gewoon op verschillende soorten bedrijven, op scale-up startups en op MKB-bedrijven. En het is denk ik aan jou als ondernemer om het in te zetten op de manier die het beste past bij jou. De stappen zijn super herkenbaar en duidelijk. De eerste stap is verkennen het groeilandschap. Dus dan kijk je, nou, wat zijn er eigenlijk voor groeipaden? En dan hebben ze het over een groeiplatform. Eigenlijk is dat, later zie je dan, aan het einde van het boek zie je eigenlijk die vijf stappen terug in een soort vliegwiel. Nou, dat groeiplatform, dat is eigenlijk het vliegwiel. Hoe kunnen nou je groeistrategieën, je bestaande strategieën ondersteunen? Dat is je vliegwiel. En wat je wil is, wat zij omschrijven is, wat ze hebben geleerd, is dat je de grootste, meest impactvolle externe verandering in kaart brengt. Dat je dus ziet, oké, wat gebeurt er eigenlijk in de markt? En noem ze bijvoorbeeld 5 megatrends die door McKinsey onder andere zijn opgeschreven. Demografische en sociale verandering, verstedelijking, klimaatverandering, grondstofschaarste, technologische verandering en verschuiving van de economische macht. En die geven dan weer kansen. Het zijn een soort trends. Die voelen bijna soms aan als bedreiging op het bestaande. Maar het zijn ook kansen waarbij zij dus verschoven hebben over hoe kun je van offline naar online gaan. Want als het verstedelijkt, als het steeds dichter bevolkt wordt, dan is misschien online een handig middel om daarmee in de slag te gaan. Of data verzamelen om klimaatverandering terug te dringen. Of bezit naar gebruik, omdat je dan een product als een service aanbiedt en meer kijkt, hoe kan ik de duurzaamheid van het product verbeteren? Want als ik het namelijk aanbied als een dienst, dan blijf ik als maker verantwoordelijk voor dat product. En dus is in mijn belang dat het product langer meegaat en ook dat de afvoer goed georganiseerd is. Dus dat heeft weer een voordeel op klimaatverandering en die grondstoffenschaarste. Nou, zo zie je dus dat die megatrends, als je die onderzoekt, ook in jouw markt waarschijnlijk herkenbaar zijn. En dat je daar kansen kunt uithouden mee over weg kunt gaan. Nou, dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En dan de tweede stap die dan zet is, hoe kun je dus deze kansen gebruiken bij je klanten en eigenlijk verzilveren met je kerncompetenties. Dus dan kijk je naar, wat zijn nou je kerncompetenties van je bedrijf? En hoe kan ik dat inzetten om daar kansen mee te realiseren met die trends? Ja, misschien om daar meteen weer iets heel concreets te nemen, omdat ik denk ik dat het een heel mooi voorbeeld is. In dat tweede hoofdstuk komt Coolblue weer aan boord, aan het woord, zou ik maar zeggen. En het voorbeeld wat hij daar neemt is, als een klant ergens ontevreden over is, dan is dat een kans. Dat vind ik een heel goed uitgelegd stukje. En dan gaat het om het bezorgen van de koelkast, 3 hoog achter, zou ik maar zeggen.
die waar totdat Coolblue dat thema oppakt, wordt hij voor de deur neergeknald, zou ik maar zeggen. Misschien ook bij de oudere dame, die in hemelsnaam niet weet hoe ze dat ding naar boven krijgt. Dan wordt hij soms nog slecht aangesloten en dan heb je na de hand een lekkende kraan, ik zeg maar wat. En dat valt hem op. Er staat hier wat Pieter Sterk zwart opviel, was dat de klantentevredenheid heel laag was bij sommige producten, bijvoorbeeld bij televisies en witgoed. En dan zegt hij, oh, dat is een kans. Nou, en dat vind ik fantastisch uitgelegd. Omdat in principe in de Angelsaksische context zeg je natuurlijk vaak, which problem are you going to solve for your customer? En aangezien dat hier gewoon een heel praktisch voorbeeld is, het is niet een of ander technisch synergieverhaal van Elon Musk met de batterijcapaciteit. Nee, het is die koelkast die gewoon neergeknald wordt, in plaats van dat die netjes wordt aangesloten. En na de hand ook gewoon die oude koelkast mee wordt genomen. En dat gebeurt in dat hoofdstuk een aantal maanden. Dus Coolblue is het ene voorbeeld. Dan gaat het over Jumbo, waar ze allerlei dingen overnemen. Dus meer de manier waarop het eetgedrag verandert. Dus de hele voedselbeleving. En dan gaan ze zelf naar recepten kijken en weet ik veel wat allemaal. En het derde voorbeeld is Young Capital met een academy. Waar ze zeggen, als nou het aanbod en de vraag niet op elkaar aansluiten, dan gaan we gewoon dat aanbod beter opleiden. En dan gaan we die mensen die we eigenlijk kunnen bemiddelen, die gaan we zo opleiden dat onze klanten ze willen hebben. Dus het zijn allemaal hele aardige, goede voorbeelden. En ik denk dat het uiteindelijk toch het goede is van dit boek, dat het allemaal zo'n voorbeelden zijn die iedereen zonder enig technisch know-how ook onmiddellijk zal kunnen begrijpen. En uiteindelijk word je ook een beetje uitgenodigd om dan als ondernemer zelf na te denken of je in je eigen omgeving soortgelijke voorbeelden vindt. Ja, ja, eens. De voorbeelden zijn eenvoudig. Niet simpel, maar wel eenvoudig om te ontdekken. En dus ook aan te passen en te veranderen en daar dus kansen uit te halen. Dat is dat voorbeeld wat je schetst van Coolblue. Ja, dat is een fantastisch voorbeeld. En daarbovenop, wat je net al zei, dan kiezen ze ervoor om zelf met busjes te gaan rondrijden, mensen zelf op te leiden, maar dat op een hele eenvoudige manier te starten. Die mensen gewoon in polootjes die ze hebben gekocht in de winkel, zodat ze een beetje dezelfde uitstaan, daar is nog geen logo, nog niks op. Zodat dan niet gelijk een afbreuk komt van het merk. En gewoon kijkt als je die mensen wat tools meegeeft, wat gereedschap meegeeft, om te kijken, worden die mensen dan tevreden als we dat van hen gaan overnemen? Nou, dat bleek gewoon te werken. En dan bouw je het uit. Simpel. Ja. Lijkt het. Ja, dat is wel een heel goed voorbeeld om daar nog even bij te blijven staan. Dus wat zij doen is, ze komen erachter dat er een kans ligt. Huren een van de busjes zonder dat het Coolblue logo erop staat. Doen neutrale polootjes aan. En kijken dan wat met die klanttevredenheid op dat platform gebeurt. Dan gaat die klantentevredenheid omhoog. En dan zeggen ze, oké, dan kunnen we nu ook een paar echte busjes bestellen. En een echte Coolblue sticker erop plakken. En een Coolblue polo-shirtje aandoen. Maar ze testen in een neutrale omgeving. En dat is natuurlijk gewoon heel clever. Ja, dit voorkomt dat je merk wordt afgebroken als blijkt dat het toch niet zo succesvol was. Ja. In stap 2... heb het over onder andere, heb je de benodigde kennis en vaardigheden in huis om je groeifamilie werkelijk uit te bouwen? En daar noemen ze een aantal mogelijkheden om dat te doen. Hè. Je kunt het zelf ontwikkelen, je kunt mensen opleiden, je kunt samenwerking aangaan en je kunt bijvoorbeeld mensen overnemen, partijen overnemen. En als je kijkt, dan noem je dus om te ontdekken of er voldoende groeipotentieel is in die markt, noemt hij 6 punten. Financieel 3 punten en strategisch 3 punten. Grootte van de markt, aantrekkelijkheid van de markt, gedeelde kosten. Strategische concurrentie, gedeelde klanten, samenwerking. En hier heb ik voor mezelf een opmerking. Dit lijkt allemaal toch wel gaan over grote. Dus hier mis ik wel wat dat je misschien slimmer wordt of dat je duurzamer wordt. En hier gaat het alleen maar over groeien. Dat is een beetje het gevoel wat ik hier bij dit punt had. En dan krijgen we stap 3, vertel het groeiverhaal. Nou, het groeiverhaal, dat lijkt me super helder. Daar hebben we het zelf al een paar keer over gehad. Het gaat erover dat je duidelijk als leider, als oprichter misschien, maar vooral als leider, het verhaal deelt met je bedrijf, met je medewerkers, maar ook met de buitenwereld. Wie ben je? Wat is je hogere doel? Wat is je identiteit?
waar sta je voor? Wat is je fundament? Wat zijn je kernwaarden? En wat is het waar je naartoe wilt gaan? Wat zijn je groeipaden die je wilt ontwikkelen? En dit hebben we ook terug zien komen in het boek Drive, onder andere. Waarbij als jij dus als leider een visie schetst, dat is belangrijk om de medewerkers autonoom te maken. Zodat ze zelf aan de slag willen en ook willen helpen om dat doel te bereiken. Je zag het ook in bod komen, het nieuw Europees organiseren. Want daar ook gaat het over inspiratie bieden als leider. En een duidelijke visie delen. Zodat mensen weten wat is het doel waar ze naartoe gaan. En dat ze dat dan zelf kunnen invullen wat ze dan precies moeten doen in die stappen. Dus ja, het is voor mij een logisch hoofdstuk. Nou, wat je hier nog wel over kunt zeggen is dat er zijn verschillende strategieën. Dus je hebt een bandbreedte van heel sterk de boodschap communiceren via één persoon. Dat is Coolblue, het meest extreme voorbeeld van. Of, ik zal maar zeggen, helemaal aan de andere kant, de purpose. He? Ik zal maar zeggen Patagonia of Tony Chocoloni, waar de doelstelling van het bedrijf de boodschap is. En daar zitten wat aantal varianten tussen. Bijvoorbeeld Young Capital, die hebben 3 oprichters en dan een nieuwe CEO aangenomen, Ineke Kooistra. Dus daar is het dan over 4 mensen verdeeld, min of meer. En dan komt hier nog iemand, de HR-persoon komt ook nog ter sprake. Dus dan zie je van, daar wordt het over een man of 4, 5 verdeeld. Bij Jumbo is ook weer meer de boodschap die op de voorgrond staat, et cetera. Dus je ziet wel, daar zijn verschillende smaakjes. Maar het gaat uiteindelijk om het verhaal. En of je dat dan via een persoon vertelt of via een purpose, dat maakt uiteindelijk niet zoveel uit, maar zorgt dat je een verhaal hebt. En bij purpose uiteindelijk moet ook iemand dat verhaal natuurlijk vertellen. Je moet dat inzichtelijker maken, je moet dat zichtbaar maken. Dat mensen intern en buiten ook kunnen zien. Nou, Patagonia zie je dat natuurlijk ook super duidelijk. Waar ze onder andere veel gebruik maken is van video's die ze maken over de dingen die ze doen in de streken in Zuid-Amerika. Klopt. Alleen daar speelt de persoon een minder belangrijke rol. Ja, ja. Nou, ik denk dat ze daar ook een goede keuze gemaakt hebben. Eigenlijk de oprichter is ondertussen overleden. Die vrouw is nog wel actief, maar je ziet haar vooral in de video's terug. Het bedrijf is niet actief. En je ziet natuurlijk continu dat ze verhalen hebben over hoe zij boeren helpt met katoen en wat ze dan doen. Ja. Dus ja, ik hou daar enorm van en ik denk ook dat het heel waardevol is. Dan krijg je ontwikkel collectieve groeivaardigheden. En dan gaat het over het leiderschapsteam. Een quote die vrij in het begin van de hoofdstuk naar voorkomt is: hoe langer iemand in functie is, hoe kleiner het vermogen en de bereidwilligheid om te vernieuwen. Ja, ik had daar zelf wat moeite mee. Ja, ben ik over gestruikeld? Ja, ook dus. Ja, natuurlijk. Maar dat is omdat wij de Hidden Champions ook hebben gelezen. Precies. Dat was ook precies wat ik opgeschreven heb. Er zijn hele andere ervaringen bij de bedrijven die in Hidden Champions hebben geschreven. Daar is vakmanschap, daar blijf je ontwikkelen. Ook de ondernemer, wat die ook genoemd werd. Ondernemer, als hij te lang aan het sturen is, dan is ook niet goed voor het bedrijf, zeggen zij. Maar juist bij Hidden Champions is dat juist superbelangrijk dat de ondernemer lang blijft staan. Want daardoor kan hij namelijk de lange termijn doelen goed uitdragen en het blijven ondersteunen. In plaats van als er weer een nieuwe CEO komt, dat weer nieuwe doelen naar binnen brengt. Dus ja. Ik had gelijk zo. Nog een keer lezen, lees ik het goed? Ja, het is eigenlijk ook een beetje gek, omdat we uit onderzoek weten dat juist de familiebedrijven. Ja, dus ik bedoel, even Hidden Champions voor de mensen die dat interessant vinden. Ik weet niet welke podcast aflevering dat precies is. Maar om gewoon even binnen de Nederlandse context te blijven. De klassieke familiebedrijven die een lange termijn perspectief hebben en het eigenlijk heel goed doen. Daar zit iemand van die familie relatief lang aan het roer. Dus dat kan bij Swinkels, bij Bavaria kan dat op dit moment Peer Swinkels zijn. Maar dat is vroeger Anton Philips geweest, et cetera. Dus ik zal maar zeggen, ik denk misschien dat hij het iets anders bedoelt. Dus als je een start-up hebt die je snel moet opschalen en je merkt als oprichter dat je liever met entrepreneurial dingen bezig bent. En dan kunnen we bijvoorbeeld Young Capital nemen. En je merkt van, dat is niet meer mijn rol of iemand anders zou die rol en het operatief leiding geven aan een bedrijf met heel veel werknemers, vind je zelf niet leuk. Dan doe je er natuurlijk goed aan om iemand naar binnen te halen die ervaring heeft. En het voorbeeld wat hij hier noemt, bladzij 106 van het boek. De oplossing werd gevonden in Ineke Kooistra, voormalig directeur bij Adecco, die binnengehaald werd als nieuwe CEO. Nou, Nederland wordt daar heel veel over geschreven, dat ze dat fantastisch doet of ook heeft gedaan.
En dat die drie oprichters heel erg blij zijn, want die hebben dat direct naar, ik geloof vanuit de studiebanken eigenlijk opgericht, heel erg blij waren dat ze zich veel meer weer konden bezighouden met innovatie, bouwen aan het bedrijf. Maar dat die hele grote operatieve business, dat die Ineke Kooistra voor hun kon doen. Eens, dat beschrijven ze ook netjes. Alleen die quote ging volgens mij verder dan alleen de ondernemer. Die gaat ook naar allerlei werknemers. En juist bij die Hidden Champions zie je ook als zo'n familiebedrijf, zie je dus dat werknemers juist langer blijven. En dat heeft een enorm voordeel op bijvoorbeeld wat je kosten zijn in aannamebeleid en op investering in opleiding van mensen. Dus mensen om de havenklap vertrekken, omdat je denkt dat ze dan niet vernieuwend kunnen zijn. Ja, dan weet ik niet zo goed of dat wel de juiste uitgangspunt is. Oké. Een andere quote die ik ook zag, die ook bijzonder was. Binnen een gezond groeibedrijf kun je als leiderschapsteam over van alles met elkaar oneens zijn en een stevige discussie hebben. Dat is alleen maar goed, maar één ding moet er eensgezindheid bestaan en dat is het groeiverhaal. En dan zegt ze, als er een gedeelde ambitie waaraan iedereen zich commenteert, is het groeiverhaal het allergrootste bindmiddel. Ook daarbij dacht ik, hé, dat is toch raar. In mijn optiek is de cultuur en de kernwaarden, dat is je grootste bindmiddel. Dat is waar je mensen op aanneemt. En die veranderen niet. Je groeiverhaal verandert. Het is ook dat punt dat hier heb ik mijn twijfels bij. Laat ik anders zeggen, we hebben andere boeken gelezen waarbij andere theorieën worden beschreven. Ik voel meer voor die andere theorieën. Ja, en daar ben ik het ook met je eens. Dus het zou een interessante discussie zijn met de auteurs. Omdat om even een heel simpel thema te noemen, als jij in een recessie terechtkomt, en dan is de vraag van ja. Is dat niet groei zo relevant of zijn je kernwaarden relevant? Dat zie je overigens bij de purpose ook. Dus neem bijvoorbeeld even als Patagonia. Die hebben op een gegeven moment gezegd, we moeten die katoen, dat moet anders. Daar hebben ze best wel een groot risico mee gelopen. Heeft een grote impact gehad. Dus dan is je groeiverhaal even weg. Dus het is of de purpose of de cultuur. Culture eats strategy for breakfast. Om even te citeren. Dus het zou een interessant gesprek zijn met de auteurs. En ik ben het dus volledig met jou eens, Erno. Ja, en dan nog een derde punt in dit hoofdstuk. Dus dit hoofdstuk heeft voor mij de meeste weerstand opgeleverd. Denk hierbij aan incentives voor het bereiken van gezamenlijke doelen. Beloningen die mensen in het leiderschapsteam krijgen, zijn dan ook aan elkaar gerelateerd. Ook hier weer zijn er in antiek hele andere inzichten. Dat belonen en prestaties nauwelijks aan elkaar gekoppeld zijn. Sterker nog, als je op die manier gaat belonen, dan nodig je juist korte termijn denken uit. En dus vervaagt je hele lange termijn denken over je groeipad en dat soort dingen. Dus ik ook dit punt weer denk ik, hoe kan het zo anders zijn op dat vlak? Hoe kun je zo erg anders zijn over nadenken over incentives? En ik snap al wat je bedoelt, dat je dat gelijk hebt in het leiderschapsteam, maar überhaupt op die manier nadenken over incentives, dat is in mijn optiek eigenlijk dus en dat zit dus in het Anglo-Saxische in mijn optiek. Daar zit het Anglo-Saxische in. En daar zie je dus in het Nieuw-Europese omgeving, of in het Rijnlandse omgeving, zie je dus daar veel meer een transparantere en gelijkwaardige beloning in het hele bedrijf en niet alleen in het leiderschapsteam. Ja, of om gewoon toch in de Amerikaanse context te blijven. Ik weet niet welke aflevering het is, maar ook weer het boek Drive van Daniel Pink. Mm-hmm. Of wat uiteindelijk een popularisering is van de self-determination theory van Daisy en Ryan. Dus dat zouden de professoren wel moeten goûteren. Ik weet niet hoe het in het Nederlands heet. Moeten waarderen. Dat is autonomy, mastery en purpose. Dat zijn de drie drivers. Dus voor de mensen die dat interessant vinden en zeggen van, oh, nou, ik weet het niet precies, ik ben er niet helemaal over uit. Dan nog maar even die aflevering beluisteren of zelfs Determination Theory zoeken. En als het meer naar de beloning gaat, dan is het zelfs zo dat bonussen bijvoorbeeld contraproductief zijn. En als je het dan niet te ver van huis wil zoeken, dan misschien moeten we maar het boek van Kilian Wawu, de grote salarisexpert die ook bij de ABN AMRO heeft gezeten en daar bonussen heeft uitgekeerd, dus hij weet wel waar hij het over heeft. Dat boek van Kilian Wawu bespreken, omdat er heel veel research is. Dus eigenlijk ook ben ik het weer met jou eens, Erno. En was ik ook een beetje verbaasd over. Ik denk dat het een beetje met de context te maken heeft van die lijst van 250 bedrijven.
groei, werkgelegenheid creëren. Dus ik denk wel dat we weten waar het vandaan komt. Maar wetenschappelijk zouden wij daar een vraagteken achter zetten. Ja, wat nog wel een goed punt in het hoofdstuk. Want hebben ze het over de groei. En dat dus de ondernemer een groot deel van zijn tijd besteedt aan die groei. Zo'n 40-50%. En dat zien we ook terug bij die onderzoeken vanuit Hidden Champions bijvoorbeeld. De leiders van die bedrijven die innovatief zijn, die groeien in hun niche, die zijn nauw betrokken bij innovatie in het bedrijf. Die zijn daar, die bedenken ook dingen, die vormen teams, die organiseren dat, die trekken dat gewoon. Dus nou, dat zie ik ook helemaal zo zitten. En wat ze zeggen, je schept een optimaal groeiklimaat met de volgende acties door je groeipad te vertalen in ambitieuze doelstellingen. Nou, dat net genoemd door Drive bijvoorbeeld, en dat is dat ook van belang. Zorg dat de bedrijfscultuur, dus kernwaarden, zich vertaalt in beoogd gedrag. Nou, ook helemaal eens, dat klopt ook allemaal. En, want als je kernwaarden hebt en mensen handelen er niet aan, dan heb je er ook niks aan. Dus je moet wel voor zorgen dat mensen gaan handelen. En zorg dat je grip hebt op hun eigen situatie. Dus autonomie. Dat zijn net ook al bij. Hè? Dus Drive, zorg voor dat mensen autonomie hebben. En dat ze ook de informatie verkrijgen om de keuzes te maken, beslissingen te nemen elke dag, zonder dat jij daar als leider mee hoeft te bemoeien. Dan stap 5, de laatste stap. Versterk de groeimotor. Nou ja, dus ze hebben het een paar keer over groeiplatform. En dan is het weer een groeimotor. Dus eigenlijk is dit het. De motor dat het continu blijft doordraaien. Hè? Dan hebben ze het over twee elementen. Exploratie en exploitatie. Zeg jij daar iets van? Ja, ik zou bijna zeggen dat het een beetje een herhaling is van de hoofdstukken die daarvoor zitten. En dat je dus eigenlijk gewoon dat vliegwiel wilt hebben. En dan komen er wat voorbeelden aan bod. Afhankelijk van ik zal maar zeggen, het bedrijf wat ze nemen. Dus bijvoorbeeld, ik noem wat Takeaway. Die een bedrijf in Israël overneemt die in een ander segment zit. En dat je dan in principe innovatie die je hebt ingekocht dan weer in het grotere bedrijf kunt implementeren. Er zijn overigens een hele goede podcast over van TechLeap. Van Constantijn en iemand anders die al die skill-up ondernemers interviewen, waar die dat Jitse Groen dat overigens ook een keer uitlegt. Dus er zijn gewoon wat voorbeelden waar je dan kijkt van nou, hoe kun je dan in principe weer verder gaan. Bij Coolblue gaat het over de laadpanelen en laadpalen en de zonnepanelen. Dus daar komen eigenlijk gewoon weer wat voorbeelden aan bod om ik zal maar zeggen, zo'n soort groeimotor dan draaiende te houden. En daar zit een plaatje in op bladzijde 147. Dus bijvoorbeeld best practices uitwisselen tussen verschillende landen of verschillende delen van het bedrijf. En dat is natuurlijk wat je ziet. Of bijvoorbeeld gezamenlijke campagne als je een overkoepelend merk hebt, et cetera, et cetera. Of een bepaald platform wat je kunt gebruiken. Of ik weet niet eens of dat erin staat. Bijvoorbeeld Picnic die zegt van, weet je wat, als we de boel afleveren, dan rijden we leeg terug. Kunnen we niet voor iemand anders ook de pakketjes die retour moeten weer meenemen. Dus dat soort dingen eigenlijk. Ja, het is aan te denken nu. Takeaway, dat Padmans hebben zij even gekozen om. Want zij zitten ondertussen in veel verschillende landen. Om juist de overheid weer terug te brengen naar het centrale locatie in Nederland. Hè. Dus de marketing en dat soort zaken. Dat allemaal, de communicatie, allemaal weer in Nederland is georganiseerd. En dat zijn bijzondere keuze. Die zijn ook wel lastig natuurlijk, want dat is altijd denk ik een discussie. Hè, doe je het lokaal, dan heb je meer feeling met de cultuur, met de mensen uit het land. Doe je het in je eigen locatie, dan heb je weer meer georganiseerd en je kunt het beter afstemmen. Dus dat volgens mij blijft dat een discussie en ook een lastig punt waar je het altijd over kunt hebben. Volgens mij kun je beide kanten op. Het laatste hoofdstuk is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met Build to Last. Of From Good to Great van Jim Collins. Dus preserve the core. Dus een beetje dat yin en yang model. Zorg enerzijds dat je kernbusiness dat die steeds beter wordt. Maar dat je dat het ook steeds efficiënter gaat. Maar blijf tegelijkertijd je verder ontwikkelingen. Ontwikkelen, nieuwe dingen doen. Nieuwe groeipaden. Et cetera, et cetera. Ja. Nou, meer heb ik niet. Dat is hem. Het is wat we al zeiden. Het is niet een heel groot boek. Je komt er snel doorheen, 150 pagina's. En
lees lekker weg. Het is interessant, smeuig door die voorbeelden. Heb je nog een afsluitende opmerking, Tom? Ja, dat is in de serie verschenen bij, of tenminste het is bij Van Duren Management verschenen. En die doen wel meer van dit soort praktische boekjes. Dus ik denk dat zeker voor de doelgroep het heel erg geschikt is. Ik geloof dat het boek ook goed verkoopt, als ik dat zo op social media zie. Dus wat dat betreft voor ondernemers is dat gewoon een lekker boekje. En nu je dat zo zegt, denk ik ineens, hadden we aan het begin moeten zeggen, dat ook in dit geval hebben wij het boek gekregen van de uitgever. Klopt. Mede georganiseerd door Tijmen van de ondernemer. En als alles verloopt naar volgens ons plan, dan wordt dit ook de eerste aflevering op de ondernemer van deze podcast. Kijk er namelijk uit. Spannend nieuw hoofdstuk voor ons. Dus dankjewel, alvast als je daar luistert. Nou, dan sluit hem af. Dankjewel voor het luisteren. Heb je een opmerking, een suggestie over een boek wat we zouden moeten lezen? Heb je een opmerking over deze aflevering, ben je het met iets niet eens? Stuur ons een bericht. Het meest makkelijk is op LinkedIn, daar kun je ons beide heel eenvoudig vinden. Of plaats het onder deze aflevering op het kanaal waar je op naar zit. En dan dank ik jou voor het luisteren. Dankjewel, Tom. Dankjewel, Erna. En graag tot de volgende. Wil je zeggen wat we de volgende keer bespreken? Wil ik zeggen wat we de volgende keer bespreken? Nou, natuurlijk wat ik wel zeggen. De volgende keer gaan we bespreken het boek, doet het in beeld, Moonshot, het nieuwste boek van Mariano Mazzucato. Kijk, ik was al begonnen met lezen, maar nu dwing ik mezelf daarmee om het uit te lezen. Fijn, dankjewel, Tom. Graag gedaan, Erno.